Mijn naam is Jan-Martin Verrees. Ik ben medelijsttrekker namens Lokaal Almelo Samen. Wij zijn de derde partij in Almelo. Wij zijn een lokale partij. En wij doen dit jaar ook weer mee aan de verkiezingen. Lokaal Almelo Samen is een lokale partij. Wij hechten veel belang aan de welvaart en het plezier van onze inwoners. Daarom willen wij heel erg inzetten op de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken. Wij vinden het heel erg belangrijk dat die goed is. We vinden ook dat de wijken veel aandacht moeten krijgen, ook qua groenbeheer en wegenonderhoud. En dat er in de wijken dus ook voldoende plekken zijn voor mensen om te wonen en om daar een startersplek te krijgen. Verder vinden wij het heel erg belangrijk dat mensen in Almelo een goede ondersteuning kunnen krijgen als ze hulp nodig hebben. En dat moet allemaal dichtbij in de wijken voor de mensen gerealiseerd zijn. En Almelo is natuurlijk een grote stad. Almelo heeft een heel erg mooi centrum. En dat centrum moet voor alle inwoners van Almelo de plek zijn om naartoe te gaan. Om lekker in het weekend te winkelen, boodschappen te doen en je te kunnen vermaken. Dus wij willen vooral Almelo een leefbare stad voor onze eigen inwoners. En dat willen we in alles wat we doen voorop stellen. Verder vinden wij het natuurlijk belangrijk dat Almelo mee blijft doen in de regio. Dat wij voldoende werkgelegenheid kunnen blijven leveren voor alle mensen die hier werken, maar ook voor mensen die hier werk zoeken. Daarom is de uitbreiding van onze eigen bedrijven is erg belangrijk. Daarvoor moeten we voldoende ruimte hebben. En of dat nou XL2 is of een andere plek in Almelo, voor onze bedrijven die willen groeien, die uit willen breiden, moeten wij goede plekken hebben. Dus ook de werkgelegenheid in Almelo is voor ons heel erg belangrijk. Dan ook de cultuursector. De cultuursector heeft de afgelopen jaren veel te verduren gehad. We hebben nog moeten bezuinigen om onze begroting op orde te krijgen. Maar ook de cultuursector zal de komende jaren ondersteuning moeten hebben om te zorgen voor aanwas van nieuwe leden. Zodat onze koren kunnen blijven bestaan. Zodat onze toneelverenigingen kunnen blijven bestaan. Zodat Almelo een mooie sociale samenhang kan blijven houden voor al de inwoners die voor ons zo dierbaar zijn. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Nog steeds wel, ja. We zijn druk bezig met het investeren in de binnenstad. Ik ben wethouder binnenstad op dit moment. We maken het centrum kleiner, het kernwinkelgebied maken we kleiner. We investeren in de winkels, in de gevels. We proberen de leegstand te bestrijden door winkeliers en pandeigenaren aan te sporen om zich in Almelo te vestigen. En ja, het centrum van Almelo moet een place to be worden, waar mensen graag naartoe komen, waar het voldoende groen is en waar iedereen graag aanwezig is. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Ja, ik denk dat het noodzakelijk is voor de regio Twente, maar ook voor Almelo, dat het Business Park XL wordt uitgebreid aan de andere kant van het kanaal. Het brengt nieuwe werkgelegenheid. Het wordt nu geframed als een dozenverzameling. Maar er zitten heel veel maakbedrijven en high-tech industrie. En het is ook de bedoeling dat dat straks op XL2 komt. Het is belangrijk voor ons allemaal, niet alleen in Almelo, maar nogmaals voor de hele regio. Het brengt werkgelegenheid, het brengt welvaart. En zorgt ervoor dat de regio Twente en Almelo in Nederland ook een belangrijke rol blijven vervullen. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Nee, er hoeven geen extra zonneparken bij. We hebben op dit moment al de besluitvorming rond voor de bestaande zonneparken in Almelo. En daarmee voldoen wij aan de afspraken die er in de regio zijn gemaakt als het gaat om zonne-energie. De rest van de zonne-energie kan goed gerealiseerd worden op de daken. We hebben in Almelo nog veel daken die daarvoor vrij zijn. En als het aan Lokaal Almelo Samen ligt, komen er in ieder geval geen hele hoge zonne- of windmolens. Want die windmolens die zijn ontsierend. We vinden ze niet mooi. En kleinere, lagere windmolens kan wat ons betreft wel. Maar wel op daarvoor geschikte plekken. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. De gemeente moet zich inderdaad inzetten voor de bouw van nieuwe woningen in Almelo. Wij geven als Lokaal Almelo Samen de voorkeur aan inbreiding voor uitbreiding. Dus wij zoeken naar plekken in Almelo zelf waar we woningen kunnen bouwen voor starters en voor doorstromers. Zodat er voor onze eigen inwoners een voldoende en mooi kwalitatief aanbod is. Uitlegplaatsen, het omturnen van weilanden naar nieuwe woningbouw, is echter denk ik ook nodig. We gaan daar heel zorgvuldig mee om. En ook die plekken moeten zorgen voor nieuwe woningen die voor onze inwoners
een mooie oplossing bieden. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Cultuur en welzijn is heel erg belangrijk in Almelo. En we hebben heel veel amateurverenigingen en we hebben 5 hele mooie professionele organisaties, zoals de Biep Theater, Theaterhotel, Kaliber en het Stedelijk Museum. En wij vinden dat heel erg belangrijk. De afgelopen periode is daar te weinig aandacht naartoe gegaan. En wij vinden dat er in de toekomst meer aandacht moet naar onze culturele instellingen in Almelo. We beginnen met een bijdrage van 5 ton incidenteel voor dit jaar als extra impuls. Maar we willen in de nieuwe coalitieonderhandelingen hier heel veel aandacht voor.